En die twee slide decks die ga ik hier dan geven. Het zijn dus twee heel verschillende slide decks. Ik vermoed ook dat ongeveer de helft van jullie voor de eerste komt en de andere helft voor de tweede. Klopt dat? Wie is gekomen vanwege deze? Wie is gekomen vanwege dat performance plaatje? Die twee. Ja, dat zit dus ongeveer 50-50. Ik hoop dat je dan toch ook die andere interessant vindt, waarvoor je niet bent gekomen. Ik vind ze alle twee interessant. Database Design Thoughts, daar beginnen we mee. Eerst even voor degenen die mij niet kennen. Ik ben een dinosaurus in het Oracle ecosystem. Sinds 1987 ben ik al met die technologie bezig toen ik afgestudeerd was. Jaren 90 heel veel applicatie development gedaan, veel SQL, PL/SQL. Ik ben echt een database developer wat dat betreft. In mijn carrière op de DBA geweest en een stukje architect aan het einde. En ik ben een grote fan van gebruik die database waarvoor die ontworpen is. Ja, zorg ervoor dat al die features die daarin zitten voor jou werken. In plaats van ze negeren en alleen maar simpel SQL naar naartoe sturen. De laatste 4-5 jaar ben ik teruggekomen met Oracle. Ik heb een hele tijd buiten Oracle gezeten. Begin jaren 90 was ik ook even bij Oracle als consultant. En zit nu in de Real World Performance Group. En de Real World Performance Group is een onderdeel van de development organisatie. En wel de database development organisatie. Wij zijn een clubje van een man of 25 in de grote database development organisatie van een man of 3000. Die de database bouwt, test en released. Wij zitten heel dicht bij Andy Mendelsohn. Dat is een naam die jullie misschien kennen. Andy Mendelsohn runt de database development organisatie. En wij worden ingezet zowel intern in de Fusion Applications als er performance- of schaalbaarheidsproblemen zijn rondom de database. Als wel extern bij high-profile customers die tegen problemen aanlopen waar support niet uitkomt en wat P1's worden. En dan komt het vanzelf op een gegeven moment bij een van ons terecht. Dan gaan we dat vaak als team toch oplossen, want geen van ons weet alles. Je kunt tegenwoordig niet meer alles weten. Maar vanuit die rol ga ik met name de tweede presentatie geven. Vanuit het feit dat ik ooit een boek heb geschreven, samen met Lex de Haan, dat is ook alweer meer dan 10 jaar geleden, 2006, over de wiskundige ondergrond van het relationele datamodel, ga ik die eerste presentatie geven. Dat is een beetje mijn achtergrond die ik in de jaren 80 op de universiteit heel sterk heb meegekregen. Wat is het relationele datamodel? Wat zijn de verzameling theoretische en predicatenlogica onderliggende beginselen daarvan. Vanuit die achtergrond ben ik ook vaak met het ontwerpen van databases bezig. En daar wil ik nu wat over gaan praten. Het eerste wat ik altijd even wil zeggen is, ik zal nooit het woordje datamodel gebruiken als ik het heb over een database ontwerp. Want er zijn eigenlijk maar drie datamodellen. Dat zijn deze drie. Je hebt het hiërarchisch datamodel, je hebt het netwerkdatamodel, je hebt het relationeel datamodel. En binnen elk van die drie datamodelleringstechnieken kun je databases ontwerpen. Vandaar dat mijn titel ook zegt Database Design Thoughts, in plaats van Data Modeling Thoughts. Een vraag? Nou ja, je hebt tegenwoordig ook de RDF-database, dat is toch eigenlijk ook iets anders? Daar moet ik eerlijk van zeggen dat ik daar niet veel van weet. RDS staat voor? Dan moet ik even opzoeken op Wikipedia, maar dan weet jij ook. Nou, het is een triple store, hè? Dus je hebt dan één tabel met een triple store. En dan met named graphs. Met graventheorie, ook een stukje wiskunde trouwens. Maar dat ga je dat gebruiken, willen gebruiken om een bedrijfsinformatiemodel mee te proberen? Ja. Ook? Nou, dan ga ik daar eens een keer naar kijken. Dus ga ik daar zeker een keer naar kijken. Ja. Dankjewel. Ja, ik ben wat dat betreft nog van de oude stoel, zou ik kunnen zeggen. Ja, ik ook, maar goed. Ja, ja dus dit gaat over het ontwerpen van databases met het relationele datamodel. Nou, dan heb ik... Resource Description Framework. Resource Description Framework. Okay. Ik was getriggerd, en ik weet niet meer wie mij triggerde, dat was ergens in de zomer vorig jaar, van Toon, kun jij eens een praatje over database, over datamodellering opstellen. Toen dacht ik van ja... Ik heb maar 50 jaar. Database design is een heel, heel breed en ook heel subjectief veld. Daar zullen jullie het wel mee eens zijn, degenen die daarin zitten. En ik heb het
het als volgt proberen te verwoorden. Het is eigenlijk een mix van art, experience en science. Art, want je hebt different tastes om een bepaald stukje informatiebehoefte te modelleren in relationele tabel. Experience, omdat iedereen heeft zijn eigen achtergrond en zijn eigen ervaring van wat voor hem of haar ooit gewerkt heeft en borduurt daar wellicht in je eigen carrière op voort. En dat zijn de subjectieve dingen. Het zijn altijd van die hele akelige discussies die je met elkaar kunt hebben over wat is nou, dit is een goed model en dit is een niet goed of dit is een slecht model en wat is beter of slechter. Daar wil ik het niet over hebben vandaag. Daar wil ik het gewoon niet over hebben. Ik wil het gaan hebben nogmaals over de science. Een stukje science wat ten grondslag ligt aan het relationele datamodel en het gebruik daarbij bij het ontwerpen van databases. Nou, en zelfs toen heb ik nog moeten kiezen uit wat ik allemaal had kunnen vertellen. En ik heb deze keuzes gemaakt. Ik wil het gaan hebben over wat is de derde normaalvorm. Wie heeft wel eens van de derde normaalvorm gehoord? Wie vindt dat hij dat gewoon in 2 of 3 minuten helder kan uitleggen? Ik ga het je niet vragen om het te doen, maar wie denkt dat hij dat helder kan uitleggen? Ja, je hebt allemaal wel een gevoel wat het is, maar wat zijn nou de principes van de derde datamodel? Die wil ik even gaan uitleggen eigenlijk vanavond. En het kernbegrip daarbij zijn dependencies, functionele afhankelijkheden. Daar ga ik straks ook mee beginnen. Dan wil ik ook nog even 1 slide iets zeggen over Boyce-Codd normalvorm. Dat wordt soms ook wel eens genoemd. Even snel dat positioneren naast de derde normaalvorm. En dan wil ik een paar dingen op logisch gebied de revue laten passeren. En ik grijp dan ook terug op voorbeelden die ik eerder heb laten zien. En dan de tweede blok van deze presentatie is praten over wat ik noem hier nulls, generalization en specializations. Maar het gaat eigenlijk over, dat zijn woorden die na de jaren 80 pas echt in schoen zijn gekomen, supertypes en subtypes. Supertypes en subtypes, dan weten jullie wellicht wel wat generalization en specialization, dat zijn de kreten die begin jaren 80 daarvoor gebruikt werden. Nou, dan sluit ik af met wat recommended practices en ik denk dat ik tijd heb om nog even over iets leuks te praten. En dat noem ik een snack, something to think about. Nou, wat is nou een database design? Ik noem het hier een coherent set of table designs. Laten we eens meteen naar een table design gaan. En dat ga ik gebruiken als stepping stone om allerlei dingen toe te lichten. Nogmaals, ik ga voorbeelden van tabellen laten zien die ik specifiek bedacht heb om bepaalde concepten uit te leggen. Ik zeg niet dat dit een goede tabel is. Ja? Orderlines. Ik loop er even doorheen. Ik heb hier een order lines table. Nou, wat staat erin? Een order nummer, een customer ID, die is alfanumeriek, een productnummer, een order date, ja, dus wanneer is die order line georderd, de quantity, die zal al gaan over hoeveel van dat product besteld zijn op deze order line, delivery address, product short name en een discount percentage. Nou, vervolgens zie je daar een heel rijtje constraints. Laten we daar ook even doorheen lopen. Customer ID is upper customer ID. Dat is een patroon wat jullie wellicht allemaal wel eens een keer gezien hebben. Daarmee zorg ik dat hier alleen maar uppercase alfanumerieke karakters gebruikt mogen worden. Ik zorg ervoor dat order date altijd middernacht als tijdscomponent heeft hier. Ik ben niet geïnteresseerd in de tijd. Ik wil gewoon trunk order date altijd hebben. Quantity moet groter dan 0 zijn. Geen negatieve waarde toegestaan, ook niet 0. Discount percentage, ja, dat was een nummer 2,0, maar ik wil dat die maar tussen 0 en 80 ligt. En dan hebben we hier nog iets geks. Laten we eens even naar kijken. Substring, customer ID, 3,1, ongelijk aan hoofdletter N, of discount percentage is 0. Wat betekent dat? Als jij dit zou moeten uitleggen aan een gebruiker, wat je daar hebt staan, hoe leg je dat uit? Er zit iets in de sleutel gestopt. Ja, dat is iets wat je niet wilt uit. Oké. Hier zit iets in de sleutel gestopt, maar los daarvan, wat betekent die samenstelling, die OR? Tenzij je op de derde positie een N hebt in je customer ID, mag je een willekeurig discount percentage.
goed begrijpen, maar je gaat de andere kant op. Wat, het punt wat ik hier wil maken is dat zo'n logische oor is lastig. Daar kom ik zo op terug, kom ik later op terug. En dan hebben we hier nog als laatste een primary key. Order, product. Dus de eerste en die derde kolom zijn de primary key. Nou, het eerste punt wat ik wil maken is dat het maken van een databaseontwerp is wat mij betreft 50% het designen van constraints die daar een rol in spelen. Dus niet alleen tabellen ontwerpen en kolommen bedenken met datatypes bedenken. Het is ook gewoon de constraints die erbij horen in kaart brengen. Die voegen heel veel waarde, semantische waarde, context toe aan wat die kolommen zijn. En de belangrijkste is natuurlijk de primary key. Waarom zeg ik dat hier? Omdat het hier een concatenated primary key is. Als het een sequence number generated meaningless primary key column was, single column, dan zegt hij mij helemaal niks. Zegt me helemaal niks. Ik wil weten welke combinatie van kolommen is uniek in een tabel, want dan weet ik wat het niveau van een tupel is, van het niveau van een record is. Per product, per customer, staat hier het een en ander. Zoiets kan ik niet zeggen als ik een sequence nummer heb. Ja, per sequence nummer staat hier iets, maar dat zegt me gewoon niks. Ja? Zo'n concatenated primary key is erg belangrijk. Nou, dan ga ik even verder. Want sommigen van jullie zien misschien hier, hebben hier misschien al bedenkingen bij, toen we die kolommen doorliepen. Stel nou dat in deze tabel die ik hier bedacht heb, nog een aantal eigenschappen gelden. Bijvoorbeeld, de eigenschap in deze tabel die geldt is als twee rijen hetzelfde productnummertje hebben, dan moeten ze ook dezelfde product shortname hebben. Dat is even hoe ik deze tabel ontworpen heb. Het is een eis in deze tabel. Ik mag niet twee rijen hebben in die tabel die hetzelfde productnummer hebben, maar verschillende product shortnames. Daar sta ik niet toe. Ja, voel je hem al een beetje aankomen? Dat geef ik aan met dat rode pijltje. Het product bepaalt product shortname. Maar er zijn nog meer. Hier is er nog eentje. Order bepaalt customer. Order bepaalt order date. En order bepaalt delivery address. Zo heb ik deze tabel ontworpen. Dus niet twee rijtjes met dezelfde order nummer, maar verschillende customer ID's. Sta ik niet toe. Als ze dezelfde order hebben, moeten ze dezelfde customer ID hebben, dezelfde order date hebben en dezelfde delivery address hebben. Er is er nog eentje. Customer ID bepaalt discount percentage. Ja? Filled with dit soort constraints, deze tabel. Dat zijn ook eigenlijk constraints, zoals ik hem nu ontworpen heb. Maar ja, die kan ik niet benoemen. Ik heb alleen maar check, primary key, unique key, foreign key. Dit soort constraints kan ik niet benoemen. Met predicatenlogica kan je dat wel benoemen. Predicatenlogica is een van de onderliggende beginselen. In predicatenlogica heb je zoiets als een universele quantifier. Nou ga ik dingen noemen zonder ze echt uit te leggen, dan moet je het boek maar lezen. En hier, dit is een predicatenlogica expressie en daar staat voor elke twee rijen in orderlines, ik vertaal hem even in informele taal, voor elke twee rijen in orderlines, als ze hetzelfde ordernummertje hebben, dan moeten ze dezelfde customer ID hebben. Heb ik die derde nou verwoord. Predicatenlogica kun je dat gewoon heel makkelijk formeel opschrijven. Dit is de constraint die geldt in die tabel. En zo kan ik ze alle vijf opschrijven. Nou kan je dat ook in SQL doen. Alleen in SQL hebben we geen voor alle quantifier. We hebben alleen een existentiële quantifier. Dit is allemaal predicatenlogica uit de jaren 80 die je nou op basis wordt van mij. Een universele quantifier kun je omzetten in een existentiële quantifier. Ik kan ook zo'n ding in SQL opschrijven, maar dan moet ik de negatie van een exists gebruiken. Not exists, en hier zie je dat het oorspronkelijk voor Duitsers gemaakt is. Not exists, een L1, een line 1 en een line 2, die dezelfde ordernummertje hebben, yet different customer IDs hebben. Daar sta ik niet toe. Not exists. Ja, nou heb ik hem ook formeel opgeschreven in een fictief ding, dat heet een assertion. Wat
aan de SQL standaard zit, by the way. Wat nog niet gesupport wordt. Ja, dus ik kan zo die additionele constraints in ieder geval documenteren. Eenvoudig, sorry, niet ambigu vastleggen, documenteren als onderdeel van mijn database ontwerp. Wat staat hier? Hier staat een heel andere constraint. Dat is ook eentje die ik vind in deze tabel. Daar staat dus dat je per order, group by order, de sum van de quantities over de lines, over die verschillende producten, die mag niet meer dan 1000 zijn. Want als deze query iets oplevert, dan exists, en dat sta ik niet toe, not exists zijn. Ja, dat is een ander voorbeeld van een constraint die in die tabel speelt. Dan ga ik het toch doen, ik zat te twijfelen of ik het wilde doen of niet. Wij zitten te overwegen om dit ding te implementeren, Create Assertion. En ik denk dat we al over 50% kans zitten dat het echt gaat gebeuren. Maar je kunt voten, en hoe meer votes je hebt, in plaats van dat het 2025 wordt, heb je kans dat het 2024 of 2023 wordt. Welke versie komt er dan? Nou ja, we hebben voortaan het jaartal als versie, hè? Dus dan horen we 25 of als je heel veel votes hebt, horen we 24 of 23. Nou goed. Maar wat we dus zeggen in dit geval is dat deze tabel heeft 5 functionele afhankelijkheden, 5 dependencies. Je zegt dan bijvoorbeeld dat product determines product short name, customer ID determines discount percentage, of andersom, discount percentage depends upon customer ID. En wat erachter zit is die universele quantifier, dat predicatending wat ik heb laten zien. Nou, in staat zijn om gegeven een database ontwerp dit soort dingen te spotten, vind ik een hele belangrijke eigenschap van een goede database ontwerper. Ik krijg heel vaak bestaande database ontwerpen onder mijn ogen. Het eerste wat ik dan doe is, ik probeer die kolommen te begrijpen en ik probeer te begrijpen of er niet van die stomme dependencies in zitten. Want dat is niet 3NF, daar kom ik zo op. Sorry? Ja? Die depends upon wat? Op department number. Ja. Nou, hier zit zo'n dead node dname dependency. En die dname die hoort niet thuis in deze tabel. Daar ga ik even intuïtief vanuit dat ik dat zo bedoeld heb. Ja? Sorry? Ja, heel goed dat je die zegt. Dat wordt genoemd een triviale dependency. Jij zegt iName hangt van EmpNo af. Ja. Maar EmpNo is een sleutel. Ja, dat is als dat ding waar je van afhangt een sleutel is, dan is het een triviale dependency en die worden toegestaan. Het probleem is, en dat was ook het probleem met die 5 van de andere tabel, hij is geen sleutel in deze tabel. Dat is de kern van het probleem hier. Wat? Maar ja, ik zeg dat is de kern van het probleem, maar wat is dan dat probleem? Als je dit doet, kan iemand dat onder woorden brengen? Dat is niet onderhoudbaar. Dus. Is niet onder, waarom is het niet onderhoudbaar? Omdat als er iets van, als die dienen en zo hadden, dan vind ik dat wel, hè? Juist. Je gaat department names niet één keer opslaan, maar zoveel keer opslaan als dat er employees in een department nummer zitten. Ja? Ik wil je ook nog heel even wijzen op die tweede primary key, daar kom ik zo op terug. Ik heb hier een meaningless primary key, maar ook nog een zinvolle primary key bedacht voor deze tabel. Kijk, je slaat hier dus, dit is een voorbeeldvulling van die tabel. Ik sla hier 2 keer op dat 30 dename Londen heeft. Misschien had ik daar location moeten neerzetten. Ik sla 2 keer op dat 40 dename San Francisco heeft. San Francisco aanbrengen. Dat is de kern van het probleem als je dit soort dependencies hebt. Dependencies gebaseerd op kolommen die niet sleutel zijn in die tabel. En dat dependency begrip ligt ten grondslag aan
samen met sleutels wat 3NF is. Dus ik ga nou even twee slides aan sleutels besteden. Dat zijn jullie wellicht weten, zijn jullie daar veel beter mee bekend. Want die twee concepten, dependencies en sleutels, die drive welke tabellen je überhaupt introduceert en welke kolommen naar welke tabel gaan. Die twee concepten kent, dan ben je al voor meer dan de helft de goede data moet ik met die database ontwerpen. Ik had hier een geconcateneerde primary key, order nummer en product nummer. Ja, dus de primary key die dictates that we do not allow two rows for a given order number with the same product number. Dus twee rijen met dezelfde order moeten verschillende producten hebben. Of andersom, twee rijen met hetzelfde product moeten verschillende ordernummers hebben. Ja. Nou, wat betekent die sleutel nou? Hier heb ik eentje die uit drie kolommen bestaat. Daar kan ik op drie manieren over praten, zoals ik net op twee manieren over hem sprak. Als ik twee employees heb die in dezelfde department werken met dezelfde jobcode, dan moeten ze anders heten. Als ik twee employees heb die in dezelfde departmentnummer zitten en dezelfde naam hebben, dan moeten ze een andere jobcode hebben. En de laatste manier, hè, als ik twee dezelfde employees met dezelfde naam met dezelfde jobcode heb, dan moeten ze in verschillende departments werken. Ja, zo kun je over die geconcateneerde primary keys praten. Nou, nogmaals, in staat zijn om geconcateneerde primary keys te vinden, gegeven een tabel met alleen maar een meaningless sequence generator. Hoeveel hebben jullie niet ook zelf geleerd? Ik kom ze bijna altijd tegen als ik geconfronteerd word met het proberen te begrijpen van een database ontwerp. Vind ik ook een hele belangrijke skill van een database ontwerper. Snappen wat dependencies zijn, snappen dat je geconcatenerde primary keys moet kunnen detecten van tabellen en moet kunnen bedenken. Want nogmaals, die vertellen je wat is het niveau van een rij. Nou naar 3NF. Dus als ik nou een tabel heb met dependencies waar die linkerkant niet sleutel is in die tabel, dan is de tabel niet in 3NF. Dus alleen als er geen enkel van dat soort dependencies is, is de tabel wel in 3NF. Maar goed, we hebben nou zo'n tabel en die heeft 5 van dat soort problemen. 5 dependencies, hoe los ik dat nou op? Dat heb ik net al een beetje tussen neus en lippen door verteld. Die product shortname, deze, die moet verhuizen naar een tabel waar hij sleutel is. Ja, die discount percentage, die moet verhuizen naar een tabel waar hij sleutel is. Enzovoort. Daarmee haal ik die dependencies weg uit de orderlines tabel. En zet ik de kolommen in de tabel waar ze afhankelijk zijn van de sleutel. En dat is een triviale dependency die ik wel toestel. Dus in dit geval gaan er 5 kolommen weg als ik dat in 3NF zou willen doen. Discount percentage gaat naar een customers tabel, die product shortname gaat naar een products tabel en die andere 3 die van order nummer afhingen gaan naar een orders tabel. Ja, en dan zie ik dat de essentie van die order lines eigenlijk alleen maar quantity is. Quantity is daar de essentie nou van, dat is de ene die overblijft. Dat klopt. Je geeft me nou een vraag die ik gewoon pareer met, ik heb dit voorbeeldje even verzonnen om andere dingen uit te leggen. Ja, want je kunt ook zeggen dat zo'n product shortname bijvoorbeeld in de loop van de tijd verandert. En als die in de loop van de tijd verandert, dan mag je hem hier neerzetten, want dan is er geen functionele dependency meer. Formeel. Dat is een ander alternatief. Je kunt hem gaan history enablen of doen ook. En dan hier met een datum werken. Die zegt, ik wil de datum die toen geldig was, dat is de product shortname die erbij hoort. Ja? Maar hier wil ik het allemaal niet over hebben, want dan zijn we er middelbaar bezig. Nou, er is nog één ding wat ik hierover zeg. Dus ik ga die tabellen allemaal brengen naar een andere tabel. Ik introduceer zo'n tabel, mocht die er nog niet zijn. Dan heb je kans
dat die kolommen al aanwezig waren in die andere tabellen. Nou ja, dan was je dus gewoon helemaal dubbel redundant dingen aan het bijhouden in orderlines. Want je had altijd kunnen joinen naar een andere tabel om de kolomwaarde erbij te halen. De delivery address, is dat niet ook afhankelijk van het customer ID? Ja. Ik ga hier dus niet nou art en experience doen. Ja? Dat hangt helemaal van de informatieanalyse af die jij met je klant doet. Ja? Want je kunt inderdaad zeggen dat delivery address, ja, misschien is dat wel afhankelijk van customer ID, maar zo heb ik het voorbeeldje even niet gedacht. Nou, dan snap je wat third normal form is. En de twee concepten, dependencies en keys, waarmee je dat kan uitleggen. En waarop dat gebaseerd is. Wat is nou de Boyce-Codd normal form? A slightly stricter form of 3NF. Eigenlijk is de manier waarop 3NF ooit, ik weet even niet, dat zal Ted Ott geweest zijn met, hoe heet hij? Was dat ook Chris Date in die tijd al? Ja, ja. Ja. De manier waarop 3NF gedefinieerd is, was nog een beetje te los en stond toe dat er nog een BCNF bedacht kon worden. Want 3NF praat alleen maar over dependencies voor non-prime columns. En non-prime columns zijn kolommen die niet onderdeel zijn van een sleutel in een tabel. Ja? Maar nou heb je gekke situaties. Stel, ik heb een tabel met twee geconcateneerde keys. Dat kan voorkomen. Dan, als je gaat zoeken op BCNF of met Google op internet, dan vind je echt een paar concrete voorbeelden die tot de verbeelding spreken. Dus ik heb een primary key op C1 en C2, maar ook eentje op C2, C3. Dan kan het zijn dat C3 afhangt van C1, of andersom, dat C1 afhangt van C3. Omdat dit prime columns zijn, ze zijn onderdeel van een sleutel, worden ze niet gecoverd door 3NF dependencies. Maar dat zou kunnen voorkomen. En dan heb je een model wat niet in BCNF is. En ook dat kun je oplossen. Nogmaals, dat staat op het internet allemaal mooi uitgelegd. Wat je wat mij betreft moet onthouden is deze regel. Als jij niet een tabel hebt met overlappende concatenated keys, dan ben je safe. Dan ben je per definitie in BCNF. Want alleen in dat geval zou je niet in BCNF kunnen zijn. Nou. Een beetje logica. Nou ga ik terugkomen op die OR-check die we hadden in de borderlines. Met die custom ID 1.3 en discount percentage. Er zijn altijd twee dingen die ik altijd, als ik de gelegenheid heb, even kort uitleg. Dat is de De Morgan Law. Wie kent de De Morgan Laws? Het is eigenlijk meervoud. Ja, je hebt hem al zo vaak bij mij gehoord, denk ik. En de implicatie rewrite rule. Wie heeft, als ik zeg implicatie rewrite, enig gevoel bij wat ik daarbij bedoel. Twee of drie. Dit is de morgen. De negatie van een logische and is hetzelfde als de disjunctie, de logische OR, van de operands genegeerd. Je zou kunnen zien als, ik kan zo'n not compound and herschrijven naar een OR door die NOT naar binnen te brengen, dan gaat die NOT naar die A en naar die B en hij flipt naar een OR. En hetzelfde ook bij een negatie van een OR. Zo'n NOT kan ik naar binnen brengen, dan gaat hij naar buiten opperen en de operator flipt naar een AND. De morgen, vind ik, die moet je gewoon kennen. Denk er vanavond maar eens over na, dan kom je tot de conclusie dat dat echt geldt. Nou, dat gebruik je soms als je dingen aan het rewriten bent in where clauses waar gekke nots in staat met oors en weet ik wat allemaal. Dan speel ik daar soms een beetje mee om te begrijpen wat die where clause in hemelsnaam betekent. Wat heeft daar je voorkeur? Wat is dat? Nou, wat mijn voorkeur. Dat is een goede vraag. Ik geef als antwoord daar even op. Als ik zoiets zie, dan wil ik definitely liever dit hebben. Want
Als dit bijvoorbeeld in een check clause staat, dan zegt dat mij, het zijn eigenlijk gewoon twee check clauses. Dat zijn twee losse dingen. En dat geldt dus ook in een where. Dingen geënt zijn makkelijker te begrijpen dan dingen geoord. Het zijn gewoon makkelijker te begrijpen. Dus ja, daarmee zeg ik, denk ik misschien wat zeggen, dat is mijn voorbeeld. Maar nou de rewrite van de implicatie. Waarom is die zo belangrijk? Als je informatieanalyse doet of bezig bent met een database ontwerp en je praat met die eindgebruikers, de real world stikt van de implicaties. Als dit dan dat. Als dit dan dat. Als dit dan dat. Bezeken. De hele echte wereld is bezeken van implicatoren. In SQL hebben we dat ding niet. We hebben geen implies in SQL. Net zoals we die universele quantifier niet hebben in SQL. Maar zo'n implies kan je herschrijven als een logische OR. Als A dan B is hetzelfde als niet A of B. Zo is het niet. Ook hier, denk er vanavond in bed even over na, of vanavond met een biertje op de bank voor de tv nog, dan zul je zien dat dat zo is. Maak er gewoon een waarheidstabelletje van. True, false, A, B, en kijk maar even, werk maar uit. En er zijn verschillende verschijningsvormen. Ik kan ook zeggen A or B kan ik herschrijven als een implicator. Dan moet ik gewoon één van de dingen negeren en dan implies dat andere ding. Pas hem maar toe, via hem, terug naar boven, dan kom je op links. Ja? Waarom praat ik hierover? Omdat ik nou die or check clause ga uitleggen. Want ik ga nou zeggen, daar staat iets in or termen. Als ik dat ga uitspreken als een implicator, dan snap je ineens wat daar staat. Kijk maar. Dus hier staat een disjunctie, een logische OR. Daar ga ik een implicator van maken. Ik ga één van de twee operands negeren en dan zeg ik implies die andere. Dus als de derde positie in customer ID een N is, dan heb ik dit genegeerd. Want hier staat ongelijk een N. Als de derde positie een N is, dan moet discount percentage 0 zijn. Nou snappen we. Als daar een N staat, dan moet discount percentage 0, dan sta ik geen korting toe. Dan moet ik andersom zeggen. Als discount percentage groter dan 0 is, want hij mag niet negatief zijn, dus als die groter dan 0 is, dan moet er wel niet een N staan daar op die derde plek. Wat minder intuïtief. De eerste is veel intuïtiever om met je businessgebruikers te converseren over dit dingetje. Ja, logische OR, implicatie, rewrite. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Het heeft mij altijd heel veel geholpen.